perfect nemen. Een triomftocht, een open doekje, gebalde vuisten bij de Italianen langs de kant van de weg. Nog eens dansen op die pedalen. Hij gaat de band breken. 7 jaar hebben ze erop moeten wachten in Italië. Op een winnaar in een van de 5 monumenten. 20 seconden. En straks eens kijken of we een beeld zien van Thibaut Pinot. Hij zit in de slotkilometer. Op die zijn derde plaats kan veiligstellen. Hij is al onder de voet door. Het maakt niet uit. Hij gaat deze koers winnen op grandioze wijze. Hij is op 200 meter van de streep in de ultimo kilometro. Het is een triomftocht om in te kaderen. Vincenzo Nibali, de haai van de straat van Messina, is de keizer van Lombardije. Hij wint. Het is de overwinning van de frustratie. Zijn 5e van het seizoen. En de tricolore vlag wappert op zijn lijf. En valt er nu af. Maar hij wint wel. Wat een nummer. Ja, inderdaad. Wat een afdaling. Echt om... Om kippenvel van te krijgen. Moreno is een hele mooie 2e. En dan wordt Pinot 3e. Dan is het 2 voor Spanje en 3 voor Frankrijk.